kijkers van Bormer Games en leuk. Kijk naar een nieuwe video, de eerste video na dat we in Oostenrijk zijn geweest. Ik denk laat ik een keer Happy Wheels spelen, hebben we vroeger heel veel gespeeld. Ik ga even kijken hoor, ik ga naar Browse Levels doen en ik heb al wat favorieten gemaakt. Dus we gaan vandaag gewoon een beetje een paar kerstmaps spelen en Wipeout, want Wipeout vind ik vond vroeger heel leuk om te kijken. Dus dat gaan we dan ook lekker spelen. Laten we gewoon beginnen met de bovenste Christmas Pogo Jump. En even kijken of ik het nog kan. Oh ja. Welcome to my Christmas Pogo Jump. Merry Christmas. Nou, het is alweer kerst geweest, maar dat maakt eventjes niet uit. Kijk. Ja, ik kan het nog. Ik ben nu een Little Reindeer. Nu ben ik Rudolph van Rudolph's Bakery, denk ik. Kijk, gaat goed. Laat in de reactie even achter wat voor video's jullie nog meer willen zien. Dit is gewoon een beetje een video omdat ik zelf zin had om weer eens een keer Happy Wheels te spelen. Snowzilla. Ik kom er alleen niet overheen. Maar laat in de reacties achter welke, als er een nieuw spel uitkomt of iets wat jullie graag willen zien. Ik las laatst trouwens dat in 2016 het nieuwe Battlefield uitkomt. Maar daar willen ze volgens mij nog niet zo heel veel over zeggen. Maar dat is wel een van de spellen die ik wel wil gaan spelen. Oh, en we zijn er alweer. Even kijken. Dan gaan we naar Exit Menu. Gewoon een nummer 2. The Contest of Speed. Try and get the fastest time by Deadly Shadow 196. Dan gaan we dat proberen. Voor de mensen. Oh, ik dacht ik vast zat. Die zich afvragen, ik neem op met de camera die we ook gebruikt hebben in Oostenrijk om de intro en de outro en zo te filmen. Gewoon de Canon EOS 600D. Saphir's camera is dat. Even kijken hoe we dit gaan doen. Moet je hier op, denk ik. Oh shit. Yes, zo. Oké, ik heb dit gehaald. Oh ja. Shit. Oh. Oh, opnieuw. Oh shit. Ik dacht dat ik er bijna was. En volgens mij was ik er ook bijna. Maar ik neem dit dus op met Saphir's camera. Omdat ik heb een webcam van 27p. Maar ja, dat is een beetje slechte kwaliteit. Als je het naast een 1080p opname zet. Dus wat wij waarschijnlijk gaan doen is ook nog een kabeltje kopen dat we makkelijk de camera van Saphir kunnen gebruiken om te gebruiken als webcam. Oh, ik kwam er nog net op en nu moet ik hier overheen. Yes, nog een level gelukt. Oh nee, niet opnieuw. Exit to menu. We gaan nu een battle run doen. Dat vind ik echt een van de leukste dingen om te spelen. Ik kan eigenlijk alleen maar met deze. Oh, holy shit. Even kijken. Die fiets, die spaced hem echt. Heb ik het nou gehad? Yes, 6,5 seconden. Nou, niet eens 6,5 seconden. Kijk, die was ook inderdaad niet zo heel erg moeilijk. Battle Run Funny, misschien dat die ietsje moeilijker is. Ja. Hij trapt door terwijl ik helemaal niks meer doe. Maar oké. Restart level. Ja. Oh, dit gaat zo meteen denk ik echt fout. Yes. Deze was wel langer trouwens. Ik word er wel beter in. Nu gaan we Wipeout spelen. De map waar het om draait natuurlijk. Deze episode in ieder geval voor mij. Kijk, ik heb deze nog niet gespeeld. Ik vond hem wel gelukt qua naam. Even kijken hoor, hoe gaan we dit doen? Ik moet even oppassen. Want ik weet dat je het snel kan doen, maar je kan het ook tactisch doen. En meestal is de tactische manier beter. Oké, we zijn hier. En nu? Oh, dan moeten we hier overheen. Hij is zijn helm kwijt. Volgens mij moesten we daar springen. Als ik me niet vergis. Tap R. Even kijken hoor. Eerst het beginstuk even redden. Yep. Patee. Zo, dan gaan we snel deze. Want dat ding daarboven valt keihard op je hoofd anders. Oké, tot hier gaat het goed.
En hier moet ik springen. Ah, shit, hij pakt hem niet vast. Opnieuw. Oké, go. Hier moeten we snel. Ja, goed zo. En het is voor de mensen die het zich afvragen. Sorry. Restart. Nog steeds kerstvakantie. Het is de tweede week van de kerstvakantie dat ik dit opneem. Ik weet nog niet precies. Oh, kom hier niet eens voorbij. Shit. Nou, dan is mijn kind maar gewoon dood, denk ik. Dus ik weet niet precies wanneer ik dit ga uploaden hoor. Maar het is nu dat ik het opneem de tweede week van de kerstvakantie. En nu gaan we kijken of het nou wel lukt. Oké, even rustig opnieuw. Ja. Yes, het is me eindelijk gelukt. Oké, nog één laatste level gaan we doen. Even kijken. De Speed Lawnmower gaan we spelen. Brother, you can do it. Ik heb losgelaten. Te laat. Shit. Brother, you can do it. Dat vind ik ook wel grappig. Zonder benen. Red ik het dan? Yes. Zonder benen hebben we het gewoon gered. Gaan we nog één keer kijken of we het kunnen redden zonder dat we iets kwijtraken qua lenematen. Ja, we zijn nu heel. Oké, wacht. We moeten het wel kunnen redden, denk ik. Ik moet op tijd loslaten. Hij is weer zijn benen kwijt. Moet toch kunnen zonder dat je je benen kwijtraakt. Volgens mij moet je je benen kwijtraken met dit spel. Nu was ik weer te laat. Laatste keer. Ja, dit wordt helemaal niks meer. Ik hoop dat jullie het een... Oh, ik ga nu uit fullscreen. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat even een like achter. Laat een reactie achter op wat voor video's jullie nog meer willen zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video op Bomber Games. Later.